Vaak belt u ons voor een probleem wat u op zich makkelijk zelf kunt oplossen. Vandaag laat ik zien in een filmpje hoe u een verstopping verhelpt. Stel dat de gootsteen verstopt zit. Dit kunt u verhelpen, eventueel met ontstoppen. Als dat niet werkt, dan maken we de sifon los in het gootsteenkastje. Zorg dat de emmer eronder staat waar het afvalwater in terecht komt. Als u de sifon eraf heeft gedraaid, dan kunt u hem schoonmaken. En na het schoonmaken kunt u hem weer terugplaatsen. En als het goed is, loopt het water dan weer door. Bij het terugplaatsen van de sifon is het belangrijk dat u de zwarte flexring weer terugplaatst. Het kan ook zijn dat het water in de wastafel niet wegloopt. Dit probleem kunt u oplossen door het sifon los te draaien. En zorg dat de emmer eronder staat waar het afvalwater in terecht komt. Zodat eventuele haren en afval verwijderd worden en draai daarna de sifon weer terug. Tot slot, het kan ook zijn dat het doucheputje niet doorloopt. Door met de schroevendraaier de putdeksel even omhoog te lichten, kunt u eventuele haren verwijderen. Als u de haren verwijderd heeft, kunt u het doucheputje weer terugplaatsen. Daarna zal die waarschijnlijk een stuk beter doorlopen. Heeft u nu alles geprobeerd en het probleem is niet opgelost en u heeft een onderhoudsabonnement, neem dan contact op met de firma Van de Velden.